Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij, Warker Oftelwaard. En vandaag zijn we terug in GTA. En ik weet het, ik heb denk ik 4 weken geen video gemaakt. Dit komt door veel werk op school. En ja, Rune, waarmee ik natuurlijk weer speel. Hey Rune. Hey, what's up? Rune, die mag altijd maar een uurtje spelen van zijn ouders, dus, ah ja, tijdens school. Dus beslissen wij meestal om gewoon te spelen en geen video te maken, omdat het anders doen we al onze tijd op aan video maken en wij willen ook gewoon normaal kunnen spelen. Ja, maar we zijn vandaag dus terug in een Airplane Sniper Challenge video. Ja, het is eindelijk vakantie. Jesus. Het is vakantie. Yes, eindelijk. Dus ja, er gaan weer een paar video's aankomen. Als je niet weet wat de Airplane Sniper Challenge is, kijk dan vooral de eerste video. Ik zal daar nu even in het i'tje een link naar zetten. Dus dan gaan we nu beginnen, denk ik. Ben je klaar, Rune? Ja, ik heb echt al 3 magazijnen op je leeg geschoten, of zo, allemaal mis. Ik had niet eens door. Oké, ik heb dan incoming. Rune staat op dit paaltje normaal. Ah, nee, kut. Oh. Oké. Okay. Wat de heck? Oké. Okay. Ah, vliegtuig is kapot. Ja, vliegtuig is. En ja, dan gaat de challenge gewoon door, hè. Oh, ik heb politie ook. Ik ben net gecrashed met mijn vliegtuig. De politie is zo van, ja, is gecrashed. Ja, nu moeten we wel doodmaken als hij nog niet dood is. Ja, ja. Oh, dit is een trapje. Dat had ik niet gezien. Oké. Mesh erbij. En eigenlijk is ook dit ook wel een messy sniper challenge. Grotendeels. Auw. Ha! Oké. Dat was een snelle eerste ronde. Rune is gewonnen. Yay. Ik heb politie. Ik ook. Oké, op naar de volgende ronde waarin Rune gaat vliegen. Ik ga me even laten kullen. En ik ga snipen. Daarop. Daarop. Dat puntje. Okay. Ja, daar. Ja, ik kan het dus een personal aircraft hier helemaal opbellen. Waarom kan ik niet in first person gaan? Dank u, mevrouw. Kijk, dat is Rune. Hij gaat zo eens vliegen. En hij gaat met die auto naar zijn vliegtuig. En daar ga ik staan om te snipen. Op Rune, die dan zo hier gaat heel cool vliegen en dan zo bam, mij doodmaakt. Policy weet echt helemaal van niks. Op naar de volgende even ronde. Gekke Mercedes Jeep aan het stelen. Niet verrook, ik geloof in jou. Oké, we zijn terug. En nu zit Rune daar in zijn vliegtuigje en ga ik snipen op hem. Oei. Oké, ik heb zorgen, het is gelukt. Oh shit, lang geleden. Er is daar een blauw ventje onder mij. Oké, zo. En ik gebruik nu deze sniper, want die heeft een oppressor. Krijg ik niet snel politie. Oh, hij gaat al op mij schieten, jongen. Die man. Ik zie je niet eens, man. Wow, dat was heel eng. Oké, ik ga hem voor third person. Waar krijg je straks de first person? Ja, ik was gewoon even zo cool aan het doen. Ah, maar ik kan echt voor geen zak schieten. Ik was dat even vergeten. Ik kan voor geen zak vliegen en ik kan voor geen zak schieten. Het enige wat ik goed kan is een helikopter besturen. Niet in real life, by the way, alleen in GTA. Oh, dat was heel eng. Dat was heel eng. Stop met eng zijn. Ik ga altijd zo naar de eerste keer crashen en je kunt mij altijd doodschieten, dus ik verlies altijd. Wat een kut content. Nee, kom aan, nee, oh, wat? Oké, ja, ik ben geëxplodeerd, dus ik kom achter jou met een mesje. Oké. Prepare for battle.
Kijk, behind you, bro. ik ga je snipen, ik ga je snipen, ik ga je snipen, Zo, dat is wel niet persoon, niet ah, ja, persoon. Wacht, ik mag alleen maar non no scopen. No no scopen. Ah ja, echt de vorige keer is het gewoon 50 meter, waarschijnlijk meer, echt gewoon moordood. Ah, kut, 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 ik vind het eng, ik vind het eng, ga weg, ga weg. Nu niet meer leuk. Hey, hello there. Don't you like me? No, I don't. Oh shit, shit, ik vind het niet meer leuk, ik vind het niet meer leuk. Wacht, zit jij eigenlijk nog in mijn motorcycle? Nee, maar je hebt me al één keer geraakt. Oké. Okay. Kijk, de vleugeltjes hier en zo. Why are you running? Ik vind het niet leuk. Ik kijk op mijn mini-papje en ik zie je veel te dichtbij. Ga weg. Oh, big mistake. Oh. Kijk, meneer de brandweer van raam alsjeblieft aan. Ik ben niet oh, meer leuk. Dit duurt al lang. Schiet gewoon. Ja, oké, okay, laat me dan schieten. Oh shit. Nee, niet ver, niet ver. Ik heb nog twee keer geraakt. Ja, koe. Ik ben hem al geworden. Oh shit, oh no, fuck. Oh, dat is veel te close. Nee, nee, oké, okay, okay. Het is 1-1. 1-1. 1-1, tot hoeveel gaan we? 1-1. Gewoon 5 rondes, zijn we 2 rondes gedaan? Ja, we 1-1. Gaan 5 rondes doen gewoon. Ja, dus vorige keer heb ik er bijna aangereden. Oké. Okay. Kijk, dodge van de echte bos ruïne. Oké, okay, op naar de volgende ronde waarin ik weer ga schieten. Alleen nee, Rune gaat schieten en ik ga ook schieten. Maar dan ga ik in een vliegtuig schieten en hij met een sniper. Ja. Very cool. Oké, okay, er is heel veel politie. Oké, okay, volgende ronde, volgende kansen. Ronde 3. Ik ga voor de tweede keer in het vliegtuig zitten. Hopelijk krijg ik deze keer niet van de eerste keer. Het is 1-1. Rune heeft als eerste een puntje gehaald. Daarna heb ik een puntje gehaald. Ja. Ik kan zien. We gaan in totaal 5 rondes doen. Wacht, nee, dat heb ik al gezegd, denk ik. Ik weet niet. Kan. Nee, ja, ik weet niet, ik denk het. Ah, ik zie je. Daar. Oh, zo zit je echt fucking ver. Ik weet niet waar dat jij zit. Wacht, jij zit daar. Ik jij zit daar. Oh nee, het is weer zo ver, hè? Oh, dat was heel klus. Ah, ik heb het eraf gevallen. Ja. Wacht, kijk, ga maar terug naar de plaats. Ik denk dat het geld, want je had mij geraakt. Ja, had ik u geraakt? Nee. Ik ga terug naar de plaats. Ik wil gewoon wat cool doen zo. Als je eenmaal die dingen daar hebt, dan. En dan is het ver cool. Maar pas als je. Oh, hot property briefcase. Geen zin om dat nu te doen. Geen idee eigenlijk wat dat is. Nee, niet langs deze kant, want hier is brug. Brug is niet leuk. Ja, echt gewoon helemaal naar het midden gaan, zodat ik niet nog een keer eraf val. Oeh, ik denk dat je dat met een bootje moet. Oké, zelfs kunnen we die hot property briefcase doen, maar dat gaan we niet in de video doen. Dus nee, dat kunnen we zelfs doen. Ik kan toch nog een uurtje en 20 minuten. Ah, daar zit je al. Pieuw! Dat vond ik niet leuk. Oh, dat is de rover. Ah, de broer is er weer. De rover died, ha, ik heb hem neergeschoten, denk ik. Ah, fuck you, de rover. Sowieso, die gaat hem niet helemaal stalken. Oeh, wacht, wow, wat is dit, wat is dit? Hier is een drugdeal ding. Ja, zo'n drugvehicle. Ja. Ah, ja, wacht, dat is wat jij zei. Ah, dan krijg je echt ja, de fucking 10k voor. Voor echt 10 kilometer te rijden. Maar heb alweer, ik je niet geraakt? Oh ja, kill prospect, yes. Oké, deze heb ik gewonnen, yes boys. En je kunt veel te goed mikken in een vliegtuig, dabbel. Ik vind dat niet eigenlijk. Why did you shoot? I thought you was another person.
Wacht, ik ga zo sturen. Ik dacht. Ik dacht dat je NPC was. Ik dacht dat je non-player character. Ja, zeg gewoon was. NPC, hè. Ja, NPC, tuurlijk. Maar ik leg gewoon even. Terwijl ik dat stuur, leg ik gewoon aan mijn kijkers uit van wat NPC is en wat dat betekent. En ondertussen geef ik een les. Ja, luister naar hem, lieve kindjes. Educational. Ik ben educator. Maar eigenlijk wil ik toch wel dat ding gaan doen. Leerkracht worden. Dat drugding. Ja, dat is echt gewoon 10 kilometer rijden en dan krijg je daar 10k voor. Ja, maar ik ben toch gewonnen. Dus op naar de volgende ronde. Oké, we zijn in ronde 4 van de 5. Ik sta voor met 2 punten op Rune met 1 punt. Ja, maar oh, twee. En hij crasht op mij. Close. Hij is op mij gecrashed, dus het gaat verder. We hebben ook net te horen gekregen dat Castiop, de Belgische YouTuber, is doodgevonden. Die guy van Dora en Diego en zo. Ja, ik heb veel met hem gelachen. Het is spijtig. Alles wijst op zelfdoding, stond er. Dus, ja. Het is echt jammer. Ja. But we why? The great one. Dat is toch ook wel... Was een succesvolle YouTuber, ja? Ja, hij was best succesvol. Het is gewoon een beetje raar. Maar het is niet dat er zo'n Avicii guy was, dat zelfdoding. Dat zelfdoding zelf plegen omdat hem toppopulair was. Kijk, het lijkt eigenlijk echt niet alsof ik maanstonden heb gehad of zo, want ik heb net zo een bloedvlekje op mijn gat. Oh, ga weg. Ik heb je zo vaak geraakt. Hoe zit je nog niet dood? Gewoon 2 keer geraakt, maar... 3 keer, denk ik. Oh, jullie liggen een paar rijken, zegt die man. Njauw. Het is hier precies stuntvliegen of zo. Oké, zo omdraaien. Nee, kut. Kut. Nee. Oh, shit. I will survive. Ja, what are you going to do now, big boy? Ik kan u makkelijker doodschieten dan jij mij. Oh, headshot, bitch. Echt wel 20 centimeter. Oké. Maar wat ik ook nog wou zeggen, ja, rest in peace, Castiop. Ja. Ja. We lost the legend. Nu klinkt het echt gewoon zo van, ja joh, geef me subs, want ik leef meer met een andere YouTuber. Ja. Dat klinkt eigenlijk echt gewoon zo. Maar hey, even serieus, dat is wel jammer. Ja, het is wel jammer. Allee, het is niet dat ik zelf nog naar hem keek, maar er waren heel veel Vlaamse en Nederlandse kinderen die naar hem keken. En ja, dat moet zwaar zijn voor het kind. Ja. Oké, op naar de vijfde en laatste ronde, terwijl we eigenlijk al weten... Wacht, misschien kunnen we 6 rondes doen. Ja. Dan kun je het nog gelijk maken, want het is nu 3-1. En ik heb dus gewonnen, sowieso, want... Hij kan het alleen nog maar 3-2 maken, dus ik ben al gewonnen. Maar we gaan 6 rondes doen, omdat hij anders niet meer kan winnen. Alleen niet meer kan gelijkspelen, ook niet. Gelijkspelen is altijd leuker dan verliezen. Ik ben even aan het noscope naar de politie, hè. Ja, oké. Op naar ronde 5. Oké, ronde. Hoeveel? 5. Dit is gewoon final round, Sam. Wie deze wint, wint. Nee, heb je gezien? First shot, ik win. Allee, jij wint. Dat was cool. Hey, was die raak? Denk het niet.
Eigenlijk zou ze ook moeten doen zo als je op de bommen schiet, of allee, op het bommenluik, of op die afweerbommen. Nee, dat ontploft zo. Ja. Hoe is dat? Mijn man kan niet ontwijken. Ik oh, een wet is Belgian killed a prospect, Immortal Eagle, easy! Oh, ik was Immortal Eagle. He died 15 times today. Ah, dit was een goede game. Ja, nu kunnen we niet meer spelen, want ja, nu is het 4-1. Oeh. Ja, we kunnen nog twee rondes doen. Eerlijk gewonnen. Ik weet echt niet waar dat je ineens die aim skills van aan. Ja, ineens ben ik als gewoon je super als je professional. Hex hebt aangezet, mag je dat altijd zeggen. Ik ja, ik heb mijn hex aangezet. Ja. Ja, weet ja ik. Want dat kan ook op PlayStation. Hè. Ja, man, er twee. Ah, kak. Oh, je zit dat is gewoon ergens staan. Ah, zet geen water. Ja, wacht, hè. Wacht, ga gewoon ergens onder deze buis staan op het land. Ja, maar op het land, dat gaat moeilijk zijn. Oké, we gaan nog even doen waar winnen wilt en dan kaas. Kijk, ik sta op het land, maar ik ga even nog naar boven zo. Om onder te staan. Ik ga echt gewoon zo net langs daar staan ze daar. Okay. Niet onder de balk, maar zo net langs. Welke kant? Kies maar. De kant waar ik nu naar op kijk. Dus je ziet op mijn karakter. Daar moet je wat dichter naar. Dan, iets verder. Gewoon langs de balk moet je komen. Zo hier, hè? Ja. Okay, ik ga gewoon vooruit kijken. Fuck. Ik ga hem weer pakken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Zeg in de chat rip in peace. Rest in pepperoni pizza. En, nee, man, even serieus, man. Ja, oké. Okay. Tot de volgende video. Dit is opgenomen op zaterdag 31/10, dus het is vandaag Halloween. Dat jullie niet zo denken van, wat, die hebben het nieuws echt gewoon 7 dagen te laat of zo. Ja, nee, dat klopt niet. We hebben het nieuws perfect wanneer dat is gebeurd. Dus, tot de volgende keer. Later. Maar hey, je neemt me scheids voor alle wat je jeurt. Jij hit de club en zomaar waar dat waren.